4FMP. Nou, dat is een nieuwe partydruk, heel populair, maar wat is het eigenlijk en is het schadelijk voor je? Kennen jullie 4FMP? Nee, ik ken het niet. Nee, dat zegt mij echt helemaal niks. Nee, mij ook niet. Ja. Ja. Het is een designer drug die, ik weet niet of het nog steeds legaal is, maar het was lang legaal, toch? Wat doet dat precies met je? Ja, volgens mij is het gewoon een lichtere versie van ecstasy. Maar als ecstasy, dan zijn ze heel blij en heel gelukkig in ieder geval. Dus. Een soort van extase. Weet je ook wat de gevolgen ervan zijn? Nou, het zal niet goed voor je zijn. Dat snap ik denk ik wel, maar de echte gevolgen, nee, dat weet ik niet zeker. 4FMP, oftewel 4FA, is een amfetamine-achtig middel. Heeft eenzelfde soort effect als ecstasy. Namelijk, je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, je gaat sneller praten, je pupillen worden wijder en je hebt minder zin in eten. En als laatste, je kent het wel, je kaken worden strakker en je gaat knarsetanden. 4FMP is dus een upper. Het geeft je dus meer energie. Dit in tegenstelling tot een downer, zoals bijvoorbeeld alcohol, dat je juist langzamer maakt. Bij het gebruik van 4FMP zitten ook een aantal risico's, zoals hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, maar ook psychische klachten en zelfs een hersenbloeding. Over de lange termijn effecten van 4FMP weten we eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar we weten wel van amfetamine op lange termijn dat dat onder andere hersenschade kan geven, psychoses en ook depressies. Wow, dat is best heftig. Maar hebben de vrouwen die wij hebben gesproken eigenlijk wel eens een keer 4FMP gebruikt? Ik heb zelf nog nooit een 4FMP gebruikt, nee. Zelf ben ik daar heel erg op tegen. Gewoon puur omdat ik er niet van hou als iets controle over mijn lichaam neemt. Nee, heel onschuldig zijn wij. Ik ben zelf ook werkzaam in het uitgaansleven, waardoor ik het heel veel, gewoon echt heel veel zie. En dan denk ik wel eens van, moet dit wel de norm zijn? Ja, ik zelf heb het wel geprobeerd allemaal, alleen ik word gewoon ziek van alles. Dus top. En hoe bedoel je ziek? Echt ziek. Gewoon als je het inneemt gelijk dat ik helemaal wit wegtrek en echt misselijk en naar gewoon. Gewoon witter dan je haar? Ja, nog witter dan mijn haar. En dat is echt wit gewoon. Maar Jort, zou jij het dan wel gebruiken? Nee, ik zou het niet doen. Maar als je ervoor kiest om het toch een keertje te gebruiken, let dan in ieder geval op bepaalde signalen, zoals hoofdpijn. En als dat gebeurt, neem dan in ieder geval contact op met de EHBO. Heb jij ook een vraag voor Dr. Jort? Nou, zet hem dan hieronder in de comments.